Message que mon cabinet a immédiatement communiqué auprès de l'ambassadrice. Et le tweet a entre-temps été retiré. Et puis j'ai entendu aussi les excuses de l'ambassadrice dans les médias. Et bien, meneer, une ambassadrice van Israël in België, die gewoon een vergelijking maakt tussen Palestijnse volk en Marc Dutroux. Marc Dutroux, een criminele pedofiel. En wat gaat de minister van Buitenlandse Zaken van België doen? Een mailtje schrijven naar de ambassade. Terwijl dat onze eigen ambassadeur in Israël gewoon op matje geroepen worden. Hoe lang gaat de hypocrisie nog duren in dat Belgisch parlement, dat Palestijnse volk? Dat is een schande.